Het kolkt en bruist weer in Nijmegen en daar is een goede reden voor, want popronde Nijmegen 2023 is weer van start gegaan. Vanmiddag om 2 uur was de eerste artiest al aan het zingen en aan het spelen. En dat zal tot vanavond na 2 uur nog steeds het geval zijn in Doornroosje. Hoe is de aftrap gegaan? Tot nu toe angstig goed. Want je bent natuurlijk super paranoïde dat op zo'n dag met 100 shows dat het aan alle kanten fout gaat. Maar tot nu toe zijn er wat kleine brandjes geblust, maar nog niks ergs. En het middagprogramma in de basis was ook een succes. Dus tot nu toe ben ik heel tevreden, ja. Er zijn elk jaar weer meer dan 1000 inschrijvingen. En het is elk jaar weer een hele grote klus voor mijn collega's om daar de dingen tussen te zoeken. En soms worden er moeilijke keuzes gemaakt omdat er voor bepaalde genres maar een bepaalde hoeveelheid plekken is. Maar ja, dus echt nog meer dan voldoende aanwas. Popron zit in de BIS, in de basisinfrastructuur voor cultuursubsidie. En dat houdt ons draaiende. En ja, het is een beetje wij van WC, maar ik denk ook dat het terecht is. Als je kijkt naar artiesten en hun carrière en de stappen die ze maken, is Popron dan wel vaak echt een essentiële stap daarin. En ik denk dat het belangrijk is dat dat bestaat. Ja, vanavond geopend samen met Lisa Westerveld. Hoe was dat? Ja, heel leuk. Ja, wel heel bijzonder of zo dat je dan dit ineens mag openen waar ik zelf nog 2 jaar geleden stond. Is het belangrijk dat dit soort festivals bestaan voor artiesten? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. De muziekindustrie is natuurlijk niet een makkelijke industrie. En ik denk dat het heel belangrijk is dat beginnende artiesten een podium krijgen en op zo'n manier kunnen gezien worden eigenlijk. In 2021 deed Mo zelf mee aan de popronde. Als aandenken hieraan kreeg ze zaterdag een mooie foto van die avond overhandigd. Na deze kickstart en meteen een nummer 1 hit is Mo ook nu weer druk met het maken van muziek. Sowieso op dit moment zit ik in Beste Zangers. Dus komen er elke week weer nieuwe liedjes van Beste Zangers. En een beetje tegen het najaar komt er weer wat nieuws aan. Dus daar heb ik heel veel zin in.